Het bodysports. Ja, ja. Maar Monique, en dit de tandarts hier, maar goed, dat is maar 2 keer per jaar. Hoop je. En even kijken, Monique, jij zei iets met stijgers hier. Dat maakt dus zwemvriendelijk deze, als het ware. Deze, ja, hier, tegenover de munt hebben ze een stijger aangebouwd. Dat is nu, denk ik, 3, 4 jaar geleden of zo ongeveer. Misschien wel meer hoor, dat weet ik niet. Maar doordat hier een stijger is gekomen, is het een zwembad geworden. Zij gingen ze eerst van de brug af zwemmen en hier wat het allemaal zwemmen. En dat breidde zich helemaal uit tot de sluis. En vorig jaar was zeg maar de sluis zelf was nog geen zwembad. Ja. Maar dit jaar is dat ook gewoon helemaal eromheen. Het is helemaal één groot zwembad geworden. Hartstikke gezellig. En zie je dat mensen, er komen dus steeds meer mensen. Is het ook een beetje een gemêleerde groep? Dat mensen echt van buitenaf ook komen? Nee, daar naartoe? Ik denk niet veel van buiten. Veel jongeren. Wel jongeren, maar er zijn ook van gezinnetjes. Ja, gezinnetjes zijn een beetje aan deze kant. Die hebben hier ook echt een stukje stijgers gemaakt, hebben ze. Hier zo een stuk later toe en er wat afgezet is. Dat is een soort van strandje. Ja. Of strandje niet, maar... Ja, stijgers, zodat je makkelijk het water in kan. Ja, maar het is wel echt afgezet. Hier ook. Dat is voor onze kinderen dan. En wie heeft het afgezet? Denk je dat de bewoners dat hebben gedaan? Ik denk het wel. Ah, bewoners hebben het afgezet. Kinderen hebben het zelfs afgezet. Als oh, echt? Stijgers met lange eilees, dan... Ja, ja. Ja. Wat te gek. Ja, nee, en volgens mij heeft een bewoner heeft hier een stijger gemaakt. Volgens mij heeft dat, heb ik gehoord in ieder geval, dat daar een stijger is gemaakt door bewoners. En is denk dat zeg maar, deze op een kant, dag is er een stijger? Of ja, is op dat... een dag is er een stijger. Okay. En het heeft zoiets als mussen die de melk pikken, weet je wel, die dat dan verspreidt dat zich zo. En hup, 1 stijger, plop, plop, 3 stijgers. Ja. Oh ja, dat kan ik ook doen. En dan, ja, en dan is het niet meer weg te denken eigenlijk van, nee, van het beeld. Nee, dan wordt het helemaal in eigendom ook genomen, dat is wel leuk. En hebben jullie het idee, want het gebeurt nu hier heel veel, hè, bij de munt sowieso. En als je kijkt, dus het moet dus een 1 grote parkzone worden, hè. Het helemaal het gebied langs Amsterdam, Rijkanaal, Merwedekanaal. Denken jullie dat de potentie er al is? Dat daar flink gerecreëerd gaat worden. Met ja, ook, ja, er wordt natuurlijk ook van alles verbouwd. Want je hebt dan bij de Parkwijk heb je natuurlijk ook een stuk waar dat gebeurt. En aan de overkant daarvan is natuurlijk. Ik weet niet wat dat precies gaat gebeuren, maar dat is natuurlijk ook. Het was een industrie gebeuren van het gebouwen van de. Hoe heet het? Landmacht? Oh, ja, ja, bij Jaarbeurs. Nee, die nee, ja, kazerne. Die kazerne, ja. Ja, kan wel, ja. Ja. Achter dat. Die hele huizen hebben dus toch plat gooien. Ja, maar je hebt dan natuurlijk van die achter die, hoe heet het, die witte huis. Ja, wat helemaal opgeknapt is. Ja, 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 villa, villa, nog wat, ja. Ja. Jongerius. Ja. Ja, heel goed. Ja, dat stuk. Ja. En dat stuk daar vlak naast. Aan de ene kant is natuurlijk al die parkeerplaats en zo, wat al... Ja, nodig. Het is nodig, maar ja. Ja, dus, ja. En dan een ander verderop. Volgens mij is daar gewoon, ja, daar komt geloof ik ook woningbouw, toch? En zeg maar, want je kijkt inderdaad bij dat parkeren, keek je een klein beetje moeilijk, snap ik? Ja, natuurlijk. Het is niet echt, ik bedoel, zoiets, het moet, zo'n groot plein. En, ja. Dat is echt meer zo'n doorgangsstukje, maar... En als je dat richting het water zou trekken, zou het daar parkeergelegenheden moeten zijn? Nou ja, het is natuurlijk het hele, je moet echt het, ja, het is natuurlijk echt een, ja, het hele stuk is fietspad, fietsstraat. Ja, ze hebben hier ook aan deze kant ook één grote fietsstraat gemaakt, dus daar hebben ze al de wandelmogelijkheden verminderd en de fietsmogelijkheden verminderd, wat heel fijn is voor de fietser, maar als wandelaar ben je al minder. En als hondenuitlater, ja, natuurlijk. Het is echt gewoon minder, vroeger kon je de hond los doen, maar dat hoeft nu echt niet te doen. Niet. Ja. Niet dat dat nou heel belangrijk is, maar... Maar hoe dus zou je daar... Als er dan ook nog auto's bij gaan komen, nou, dan vind ik het gewoon onvriendelijk worden. Ja. Dus qua wandelen zouden we op die parkzone, zouden we daar ook goed op moeten letten. Daar zou aandacht voor zijn, niet wij. Maar... Nou ja, omdat dat eigenlijk vergeten wordt een beetje. En heb je park. Terwijl ja, hier ga ik mijn hond niet laten poepen. Nee, precies. En hoe zou je, hoe zou er zo'n oplossing kunnen komen? Want auto's willen wat, fietsers willen wat, wandelaars... Ja, auto's beperkt, alleen beperkt. Bestemmingsverkeer, zeg maar. Ja. Oh ja. Ze zetten hem ergens anders neer. Ja. Ja. Ja, en dan wel de mogelijkheid om gewoon, misschien zou je zelfs kunnen denken aan openbaar vervoer, dat je gewoon een bepaalde plek hebt. Ja, dat makkelijk. Lastig aan dit stuk. Ik denk dat je dan vrij lastig erg bereikbaar bent hier. Ja. Hier zo in de buurt. Maar ja, de langste zal ook lastig zijn. En misschien betaald parkeren. Het is misschien onvriendelijk voor de auto's, maar het is nou, wel... Nou, dat is er nu al. Daar dat is het. Zal wel daar zijn, is het. Ja. Hier komt het, dat weet ik zeker. Ja. Ja.